Deskans Only hier. Welkom weer op de live op de Red Bull Ring. Zo, even lekker boertje erbij, lekker hoedje erbij. Tweede race, want ook dit weekend wordt de tweede race van de Formule 1 gehouden op de Red Bull Ring. Dus dat doen wij dus nu ook weer. En wij gaan vandaag kwalificeren. Daar hebben wij 12 rondjes voor. Ja, dat zit ook een outlap in. Dus dat zijn dus 6 race rondjes. En 6 in- of outlaps. Als het goed is dan. Ja, nee, 3 inlaps. Nee, dat is op zich wel goed. Ja, klopt. Helemaal goed. En wij hebben de boel iets aangepast. We reden eerst de moeilijkheidsgraad op 92%. Is nu 95% geworden. En we rijden nu niet met Max Verstappen. Maar we rijden nu met een McLaren. Of die van Lando Norris. Iedereen is nog binnen. En wij dus ook. Ik zag trouwens een mannetje daar verkeerd staan, volgens mij. Nee, dat is allemaal goed. Romain Grosjean. Iedereen staat nog binnen. We gaan natuurlijk mensen even volgen, voordat we zo ook naar buiten toe gaan. Ja, dat is een kwalificatie. Morgen dus de race. Vind je het een leuke video? Like en share deze video. Laat een blauw duimpje achter. En ik zie daar iemand voorbij rijden. En het is Albon, die trouwens naar buiten gaat. En we gaan hem even volgen. Moet abonneren op mijn kanaal. Deskenzolle. Dat zou ik heel mooi vinden. Ik doe dat geluid even iets horen. Dat is gewoon mooi. Hè? Maar intussen volgen wij eventjes Albon. Ja, ik ben dus donderdag komen te vallen. Ik heb nu 2 gekneusde ribben aan deze kant. Hoesten wordt een probleem, slapen wordt een probleem, zitten wordt een probleem. Dus jij kan dus nu niet lange video's maken. Omdat ik maar een half uurtje tot een uur kan zitten en dan krijg ik er weer last van. Dus ja, ik denk dat doe ik gewoon lekker kwalificatie, moraal, lekker de race. doen we die lekker door 2 delen, zullen we zeggen. Sector tijd van Albon gaat nu beginnen met zijn vliegende ronde. Sector tijd gaan we beginnen. Hij is begonnen. We gaan Albon een beetje in de gaten houden. Kijken wat hij rijdt. Voordat wij zo ook naar buiten toe gaan. Ik wacht even tot het wat rustiger wordt zo meteen. Wordt achtervolgd door een Renault. Hoe is dat? De Renault van Daniel Ricciardo. Ik heb geen idee hoe hard trouwens nu zo meteen mijn auto gaat. Ja, ik rijd natuurlijk nu een McLaren. Ik weet niet of daar nu een verschil zit in het spel. We kunnen natuurlijk wel even kijken. Inmiddels rijdt iedereen... iedereen zit nu op de baan. Max Verstappen is nog steeds bezig met zijn autoronde. En Albon nog steeds is met zijn kwalificatie bezig. En hetzelfde gaat nu ook voor Daniel Kvyat en Lewis Hamilton. Kijk hoe hij ervoor staat. Dit is Lewis Hamilton momenteel. Is bezig met sector 2. En is nu klaar, denk ik. Ja, dat is een... rijdt 1-1. 11, 7, 6, 9. Oké. Moto heeft de snelste tijd van Hamilton. Rijdt dus 1, 11, 7. Nou, ik rijd... Normaal rijd ik in 1, 9. Dus dat moet op zich niet zo'n probleem zijn, denk ik. Zullen we eens even naar buiten toe gaan? We gaan maar eens even naar buiten toe. We rijden dus met de McLaren. Van Lando Norris. Dus die doet ook niet mee met dit spel momenteel. Gaat iets harder gezet. Wij zijn dus ook naar buiten toe. We hebben een redelijke vrije baan voor ons. Dus dat is wel gunstig. Ik denk dat ik eerst nog even zo'n bankerlap neerzet, denk ik. Ik rijd dus normaal 1-9 op deze baan. En voor mijn reizen in het echt waar nu al een 1-2-9. Maar daar ga ik echt niet aankomen. Dus dat is dan wel een beetje met qua tijden anders.
En zoals je kunt zien, ik rijd dus, ik zit een beetje raar. Ik zit een beetje voorover gebogen nu. Daar heb ik eigenlijk minstens de last van eigenlijk. Nou, kneuzing, dat kan wel tot 6 weken duren, zeggen ze. Dus laat ik het niet hopen. Ik had voordoor nog een planning om nog even naar boven toe te gaan, voor een dagje. We gaan beginnen met onze vliegende ronde. Komt ie aan. Hier, nu live op het circuit van Red Bull met de McLaren van Lando Norris. Ik heb trouwens overrijde baan, zie ik. De baan is goed. Oeh, daar mis ik iets in mijn bocht. Oh! 1:10.175. Ik ben nu een seconde sneller als Charles Leclerc. We gaan nu naar binnen toe en dan gaan we het zo even een keer proberen op de rode band. En zal ik ook even iets minder brandstof erin gooien. Dat brandstof hebben we voor 1 rondje. We gaan gelijk door naar de pits weer. Pats. Momenteel is de stand dus Mossing bovenaan met 1:10.175 voor Carlos Sainz nu. Met de McLaren, dat is mooi trouwens. McLaren 1-2. Hihi. Die rijdt nu 1:11.5. Charles Leclerc nu rijdt in 1:11.6. En een Max Verstappertje. P4. Die rijdt nu ook in 1:11.6. En degene die onderaan staan, ja, zijn dus nu nog Sergio Perez. Dat is een beetje raar met de BWT Racing Point. 1:12.5. Is wel op het circuit trouwens. Kevin Magnussen, Valtteri Bottas en Sebastian Vettel zijn alle drie nog niet naar buiten geweest. Pierre Gasly is wel, maar die is aan het stoeien met, ik denk dat dit Perez is, denk ik. Even kijken of we die op de volscreen kunnen krijgen. Met een Alfa Tauri. De Pierre Gasly. Hier komt zijn navalmanoeuvre. Gaat dit een Trenendal eindigen? Nee. Ik hoop dat je dit een leuke video vinden. Een beetje anders een keer. Niet lekker lullen. We gaan even mijn auto even aanpassen. Ik had hem dus nu opgezet op een gele band. We gaan dus nu even wat brandstof eruit schoppen. Kan ik zeggen. Dan gaan we 5 minuten rijden. Mocht ik een foutje maken in bochtje 1, dan heb ik nog voor eventueel nog een brandstofje voor nog een tweede ronde. We gaan dus nu naar de soft toe. En die doen wij op timer pressen, doen we 128k en chamber doen we op, ja, een hoek. Dus 1 degree is daar laat maar staan. We gaan het proberen, maar het is nu wel erg druk op het circuit volgens mij. We gaan ronde 2 proberen. Het ziet er wel vrij rustig uit, moet ik zeggen. Ik heb wel blauwe vlaggen nou, dus ik moet wel even doorgassen nou hebben. Ik heb wel een mooi gat trouwens voor me nu. Ik word ingehaald door een haas. Oh. Ja, als ik ga livestreamen en morgenavond en wil jij mee gaan doen, dan mag dat natuurlijk ook. Dan moet ik dan geven een gilletje onder deze video. Als jij ook mee wil doen met deze recessie, dan zouden we misschien wat online kunnen gaan doen.
of dat je al mee of dat je al een server aan hebt gemaakt hebt, dan wil ik daar ook uiteraard wel in komen joinen. We gaan beginnen met onze vliegende ronde weer. Ik heb wel verkeer om me. Duizend te boven mijn eigen tijd. Oh. Ik sta compleet bij Apex, maar ben wanneer wel sneller. Ja, alleen die zaken en die machten ze in de weg nu. Dan maar zo, eventjes. Kan niet anders. Kunnen we even een rondje aan vastknopen nog? Want ik heb daar nog brandstof voor. Zullen we dat doen? We gaan er gewoon door. Oh. Pak binnen een seconde op het laatste stuk. Wees een keer onder de 1.9 nu. 1.9.3. Dan zou ik ook wel 1.8 kunnen rijden, denk ik. Dat is wel, dat rondje vol was niet helemaal vlekkeloos, om te zeggen. Zo, dan pak ik gewoon 5 seconden erbij op. Ja. Als ik dit volhoud, dan ga ik onder de 1.9 komen. Dan zit ik in de 1.8. Hoppa. Weer een seconde winnen. Een 1.85, wow. Een 1.85, dat is wel snel. We gaan gelijk weer naar binnen toe. Dan ga ik even kijken hoe nu momenteel de stand van zaken is. Hier in deze kwalificatie op de grote prijs van Red Bull Ring Oostenrijk. Otero, heb ik een tijd staan van 1.8566 voor Max Verstappen. Die rijdt een 1.11.5. Die is bijna 3 seconden boven mij. Zo. Dat is wel rap. En dan, derde is nu Valtteri Bottas met 1.11.443. Die heeft 2.8. Nou, dat is goed. Ik wil trouwens met Max Verstappen. En degene die onderaan staat is nog steeds Sergio Perez. Dat is trouwens niet het echt zo trouwens. Want in het echt reed hij gisteren mij P3. En bij P1, bij de eerste sessie. Eerste vrije training sessie. Sebastian Vettel is nog steeds niet naar buiten gegaan. En er zijn al... alleen Lewis Hamilton kan nog wel één. Die is nu bezig met zijn laatste ronde. Kunnen we even kijken wat hij rijdt. Is nu bezig met zijn laatste ronde. Want dan is hij klaar. Dan heeft hij de 12 rondjes op zitten. Wij kunnen nog 2 rondjes rijden. Maar ja, als ik die tijd aanhoud wat ik nu rijd, dan ben ik al binnen. Dan heb ik al position. Ik moet even een beetje oefeningetjes doen om die rug een beetje in beweging te houden, een beetje warm te houden. Met name de ribbetjes. We kijken nog steeds naar Lewis Hamilton. Hij zit nu in sector 2. Heeft een tijd staan in sector 1 van een 24 seconden. 8, 6, 8 duizenden van een seconde. Ja, ik vind het best wel grappig gemaakt zo. Lewis Hamilton, is die nou sneller? 16 seconden die in sector 2. En pakt zijn tijd nu op een 1.11.622. Verbetert zichzelf volgens mij een klein beetje. Maar geen P1.
Daar staat namelijk een de heer C. Mossink. Heeft zuiveringsgereden, kan dus nog één sessie rijden. En dat gaan we maar even doen dan maar. Kijken of wij nog onder de 1.7 kunnen komen. Dat zou natuurlijk wel mooi zijn. Oh ja, wacht even, voordat ik verder ga. Ik moet volgens mij ook nog... Als het goed is, kan ik ook nog DRS aanzetten. Of... Die kan ik als goed is ook nog ergens mee aanzetten. Ik weet niet hoe ze dat nou weer doen. Want dan zou ik natuurlijk ook nog weer wat snelheid mee kunnen krijgen. Deze denk ik dat kan, denk ik. Kijk of zo mijn vloertje op gaan, hoor. Even checken, hoor. Het is goed, we kunnen eigenlijk wel... Nee, dat niet. Ga ik even naar volgende hoe dat kan trouwens. Dan kan ik gewoon een keer rijden met de DRS. Drag Reduction System. Dan zou ik misschien wel in één... Oké, ik ga dus nu voor een 1.7. Ja, dat is gewoon een beste uitdaging natuurlijk. Dan doe ik het ook weer in twee rondjes, denk ik nog maar eventjes. Ik ga natuurlijk niet de hele kwalificatie... uitzenden. Als ik klaar ben met mijn rondjes, dan houden we er mee op. En dan gaan we morgen lekker racen. Gaan we beginnen. Komt ie aan. De volgende wielronde. We gaan dus nu voor een 1.7. Ik heb wel verkeer voor me trouwens. Eentje die aan het streeptrekken is. Ik zit nu 12.000 boven mijn eigen tijd. Nu 7.000 boven mijn eigen tijd. Daar verlies ik tijd nu. Ah, net die haast die voor me zit nu. Dan maar zo, ja, maar dit kost me heel veel tijd dit. Het kost me te veel tijd dit. En ik zit nu in de plus. En ja, dat is jammer dit trouwens hoor. Daar kan ik wel heel veel tijd nog op pakken trouwens. Tweede ronde. Oh, daar ga ik helemaal mijn apex verliezen. Dit is een poepronde dit. Ja, top ben ik snel. Maar ik moet nu wel naar binnen toe nu, want ik heb nu geen brandstof meer. 1.8.0.9.5, hoppa! Dit 1.1.7 die ik dus moest hebben. Ik krijg er nog één kans voor zometeen. Om nog die 1.7 te gaan rijden. Ja, ik had eigenlijk nog moeten doortrappen denk ik. Want ik heb denk ik nu
Nou, we kunnen nog wel een dingetje proberen. Dat is de garage. Dus zetten we de brandstof nog eventjes een keer op drie rondjes. En dan gaan we nog één keer naar binnen toe. En dan weer een keer naar buiten toe. Nee, ik ben al klaar. Mag niet meer kwalificeren. Helaas, pindakaas. Het is al gebeurd. Ik dacht dat ik nog één keer... Ja, dan had ik dus een rondje door moeten trekken. Helaas, pindakaas. Dan stop ik dus. En ja, dan ben ik dus nu rond nu kwijt. Helaas. Niks aan. Goed, dan gaan we gelijk maar naar de eindstand toe. Eindstand is... Wozink. That's me. Pakt hem hier op 1.8095. Dat is, zullen we zeggen, 6 seconden langzamer als wat ze in het echt rijden. Valt in de Ribottas. Wordt nu tweede. Dus. Je rijdt 1.10719. Die zijn nog wel bezig trouwens met een rondje. Sebastian Vettel. Die denkt van, ik ga ook een keer kwalificeren. Is dat nu derde? Dus. Kevin Magnussen, de Haas, die net voor me stond. Of voor me zat. Rijdt nu op 4, een 1.11.3. Max Verstappen staat nu 5 dus. Is klaar. Carlos Sainz is ook klaar. Rijdt 1.11. Charles Leclerc is klaar. Is 7 dus. Lewis Hamilton is klaar. Is 8 dus. Sebastian Ocon wordt 9 dus. Is ook klaar. En Alex Albon wordt 10 dus. Is klaar. En rijdt 1.11.6.9.5. Dan heb ik even kijken wie dan onderaan staat. Dat is Sergio Perez. Nog steeds onderaan met een 1.12.4. Is 4 seconden langzamer als ik. Nicolas Latifi en 1.12.338. En Daniel Kvyat rijdt 1.12.235. En dan Antonio Giovinazzi is 1.12.089. Is ook klaar. En staat op de 17e plek. Goed, dit was het voor nu. Bedankt voor het kijken. Laat een blauw duimpje achter. Like en share deze video, want vind ik nou hartstikke leuk. Morgen dus de race. Hou mijn kanaal in de gaten wanneer ik ga beginnen. Kan zijn dat ik die op de livestream doe. Dan hebben we morgenavond dus geen filmpje om 7 uur. Maar een filmpje rond een uur of 9. Houd in de gaten even. Er komt nog wel een aankondiging aan wanneer ik die race ga rijden. En mocht jij ook genoodzaakt zijn en vinden en leuk, het leuk vinden om mee te gaan racen. Dan zal ik even kijken of ik eventjes een accountje aanmaak. Of weet ik veel. Of dat jij al eentje aan gemaakt hebt. Zodat ik gewoon die server kan joinen. Kom goed, bel volgens voor het kijken. Word abonneer niet vergeten. En dan zien we elkaar met de race morgen. Toedels. Dag.